een heerlijke andijviestampot. Hier heb je de volgende ingrediënten voor nodig. 1,5 kilo kruimige aardappelen, 2 struiken andijvie in smalle repen gesneden, 125 gram magere spekblokjes, 1 deciliter melk, nootmuskaat en 1 Unox extra magere rookworst. Ik snijd de witte nerf uit de andijviekroppen. Dit doe ik bewust, want ze zijn wat bitter van smaak. Dat willen we niet hebben in de stampot andijvie. Ga ik even kijken hoe ver de aardappel zal zijn. Nou, dat gaat de goede kant op. Ga ik beginnen met uitpakken van de spekjes. Deze laat ik alvast heet worden. Ga ik als eerste even de melk warm maken. Dat doe ik in de magnetron. Dat doe ik omdat ik straks de rauwe andijvie er doorheen ga doen. En ik wil niet dat de stampot gaat afkoelen. De pan is warm. Spekjes erbij. En deze kunnen mooi krokant uitbakken. Het is altijd voorzichtig met het afgieten. Even goed laten uitlekken zodat al het water eruit is. We willen toch geen waterig stampot. De rookworst. Die ga ik wellen in warm water. Geen kokend water, dat is niet goed. Gewoon heet water uit de pan en dan op laag vuur. Dat is voldoende. Daarbij. Rookworst erin. En 15 minuutjes laten wellen. De spekjes zijn klaar. Die zet ik van het vuur. Rookworst is ook bijna klaar. Melk is al warm gemaakt. Tijd om de stampot te maken. Warme melk erbij. Zeker bij het gebruik van rauwe groentes door je stampot moet je gewoon even zorgen dat de melk warm is. Want anders koelt het zo hard af. Stampot is lekker smeuig. Ga ik hem eerst op smaak maken met wat peper. Zout hoef je bij een stampot andijvie met spekjes echt niet toe te voegen. Maar een beetje peper en nootmuskaat is wel zo lekker. Even goed er doorheen stampen. En dan kunnen de spekjes erbij. Nou, die zijn volledig uitgebakken, lekker krokant. Ook het bakvet schep ik erbij. Voor wat extra smaak. Ik schep eigenlijk gewoon de andijvie in porties er doorheen. Nou is dit een heerlijke grote stampotpan. Maar ik vind het roeren een stukje makkelijker als ik het in porties er doorheen doe. Ik knip hem voorzichtig open. Zodat de eerste warmte eruit kan. En dan snij ik het in een paar grove stukken. Stampot bij. Ik kan hem pakken met mijn handen. Ik word daar wel blij van. Een heerlijke groene stampot.
stukken rookworst erbij. Ik zou zeggen, smakelijk eten.